Hey, wat zijn jouw vakantieplannen? Vakantieplannen? Mijn vakantieplannen zijn gewoon hele vakantie werken. Bij een winkel, verderop daar. En dan na deze vakantie werken, emigreren naar Zweden. Wauw, waarom? Ja. Vriendinnetje, woont in Zweden. En na 2 jaar ga ik er weer gaan wonen. Nou, ik heb nog niks gepland. Maar wel een last minute gaan we doen. En misschien met vrienden nog een weekend weg. Heb je ook enig idee wat de last minute zou zijn? Ik hoop lekker vliegen naar het buitenland. En gewoon weg. Lekker zon. Ik kom net terug van een lange reis. Dus op dit moment ga ik werken. En wat festivals. En misschien nog naar Spanje, maar vooral werken. Oké, en waar ben je naartoe geweest? Ik ben een paar maanden in Zuidoost-Azië geweest. Gewoon op vakantie gaan en daarna heel veel afspreken in hockeyen en zo. En waar ga je dan op vakantie? Naar Frankrijk. Die hebben we nog niet echt, want meneer wordt binnenkort geopereerd. Dus we kunnen nog niet vooruit plannen, helaas. Maar het meeste is voornamelijk samen. En gewoon lekker chillen en zo? Waarschijnlijk wel, ja. Een beetje barbecuen. Ik ga eerst lekker een paar weekjes thuis zitten en daarna ga ik met vrienden naar Spanje. En naar waar toe? En Mokratemar. Dus feestvakantie. Welkom bij een nieuwe aflevering van MeTV. Deze aflevering is het begin van een bijzondere reeks afleveringen. Hoezo dan? Want MeTV is toch altijd bijzonder? Ja, dat klopt. Maar deze maand bestaat MeTV 3 jaar. Ah, dat is dus tijd voor een feestje. Ja, zeker. En die gaan we aan het einde van de maand ook vieren. Maar eerst gaan we terugblikken met een aantal oude redactieleden van MeTV. En wie is dat dan? We beginnen met Linda. Ah, Linda. Ook wel bekend als Dr. Linda. Dr. Linda. Check hem. Check hem. Yeah. Nou, ik ben Linda, 21 jaar. Ik heb vanaf mei 2012 tot januari 2013 stage gelopen bij MeTV. Nou, wat MeTV voor mij heeft betekend is vooral dat ik nu mijn opleiding heb af kunnen maken. Ik kwam daar binnen en toen was ik eigenlijk niet echt meer geïnteresseerd in de opleiding. Ik wou ook een andere opleiding gaan doen, maar dat is toen niet gelukt. Daar ben ik niet aangenomen. Ja, toen heb ik een goed gesprek gehad met Sam en Christel en die hebben mij een flinke schop onder mijn reet gegeven toen. En gezegd, Linda, probeer het maar gewoon leuk te vinden, anders dan ga je echt de klote tijd tegemoet hier. En ze zijn ook bereid geweest om mij leuke dingen te laten doen die ik leuk vond om zeg maar wat gemakkelijker, leuker te maken. Ja, daar heb ik echt heel veel aan gehad. En daardoor heb ik nou wel mijn opleiding af kunnen maken. En ben ik het ook leuk gaan vinden. Nou, ik ben na MeTV ben ik stage gaan lopen bij 538. MeTV was ook gewoon een hele goede voorbereiding op die stage, zeg maar. Omdat ik daar heel veel geleerd heb. Ook vooral hoe ik professioneel met mensen om moet gaan. Met mensen die je interviewt, mensen die je benadert daarmee. Ja, en ook het vak zelf. Ik ben nu dan afgestudeerd. Ik wil HBO gaan doen. Ik ben nu bezig met toelating voor de HKU, voor de opleiding Media Management. Ja, ik wil zeker met dit vak door blijven gaan. Als ik terugkijk 3 jaar MeTV, dan is Dr. Linda wel echt iets waar ik trots op ben. Wat ik erg leuk heb gevonden om aan te werken. Dr. Linda, dat is een programma waar ik ga praten met jongeren die een bijzonder verhaal hebben. En in ruil voor dat verhaal doe ik iets leuks voor ze terug. En ze vertellen hun verhaal om die dingen met andere jongeren bespreekbaar te maken. De aflevering die ik heb gekozen, die ik graag nog een keer aan jullie wil laten zien, is de aflevering met Bob. Bob's vader was 8 jaar lang ernstig ziek en hij vertelt ons hoe hij daarmee omgaat. Zoals je daar nu zit met betraande ogen, wat is er mis, wat kan ik voor je doen? Vertel me alles wat gebeurd is,
Welkom bij Dr. Linda. Ik heb hier vandaag met Bob afgesproken. Kijk, daar komt hij aanlopen. Hij had maar heel wat te vertellen. Ik ben benieuwd. Hoi, hoi Dr. Linda. Hoi, Bob. Mooie plek. Ja, zeker. Het is een mooie rustige plek. Ik kwam hier vroeger heel veel vaak. En ik dacht, we kunnen hier dan eventjes gaan lopen. En een stukje verderop weet ik een mooi plekje waar we even kunnen gaan zitten. Hey Bob, jij hebt mij gemaild. Ja. Kun je misschien in het kort vertellen wat erin stond? Ja, mijn vader heeft kanker. En we hebben een maandje geleden te horen gekregen dat hij het niet meer zou gaan redden. Hij heeft het nu een paar keer gehad. En nu is toch echt eigenlijk het einde in zicht. Hoe lang speelt dit al? Dat is sinds groep 8. Dus voor mij nu 7 jaar geleden. Toen kreeg ik te horen dat mijn pa kanker had. Toen wist ik nog helemaal niet wat kanker was. Ik dacht dat het gewoon een ziekte was zoals griep of zoiets. En dat het wel zo over zou gaan. Maar toen ik word natuurlijk groter en ik word slimmer. En toen bedacht ik me van, dit is toch niet echt een normale standaard ziekte. Ik ga er even onderzoek naar doen en even gevraagd aan mijn ouders. En die hebben toen even heel goed uitgelegd dat het toch echt een hele gevaarlijke ziekte is. Zeker. Dat er toch een grote kans is dat hij eraan dood kan gaan. En toen bedacht ik me van, dit is wel serieus. Ja, nu weet ik dus sinds kort dat hij binnenkort zal overlijden. Ja, dat was eerst wel even zwaar, maar het is wel handig is misschien niet het goede woord, maar het is handig dat hij het al zo lang heeft. Want dan heb ik me er ook langer op kunnen voorbereiden. Ja. En ja, ik weet ook goed wat het is en ik weet goed wat er gaat gebeuren. En ja, ik heb zelf, je hebt eigenlijk altijd moeite mee, maar nu is het wel, het is wel een stuk makkelijker. Ik heb het een plaatje kunnen geven. Je vertelde net dat je het zelf een plaatje hebt kunnen geven. Mm-hmm. Nu nog de mensen om je heen. Hoe vertel je vrienden dat bijvoorbeeld? Wat ik zelf heb gedaan is van dat ik gewoon zei van zullen we een keertje afspreken. En toen heb ik het dus verteld dat mijn pa kanker heeft en dat hij binnenkort zal overlijden. En toen was het wel even stil. En het is heel begrijpelijk dat ze dan niet weten wat ze dan moeten zeggen. Natuurlijk. Maar ja, ze zeiden toen wel van het is heel vervelend. En als we je met iets kunnen helpen, zeg het maar. En ja, toen is het eigenlijk gezegd. En toen is het weer snel overgegaan naar een ander onderwerp. Want ze weten al van mezelf al, ze weten al dat ik, hoe moet ik het zeggen? Dus jij het een plek hebt kunnen geven? Ja, dat ik het een plekje heb kunnen geven. En als ik iets nodig heb, dan zeg ik het wel. Maar dat ze er niet zelf over hoeven te beginnen. Nee, precies. Please don't give up the fight for no reason. But your own. I never said that the fight would be easy. Nou Bob, ik vind het echt super knap van je dat je het allemaal een plekje hebt kunnen geven sowieso. En dat je hier zo open over kan vertellen. Ja, dank je. Want het is toch best wel een heftige tijd en er gaat nog zeker een heftige tijd komen. Ja, klopt. Ja. Dus hoe zie jij jouw toekomst voor je? Hoe ik mijn toekomst zie? Ik ben van plan om na mijn studie een jaar tussenuit te gaan. Ik heb mijn pa gevraagd van waar hij nog allemaal naartoe zou willen gaan. Want hij heeft vroeger heel veel gewandeld en dat kan nu niet meer. En heeft hij nog allemaal plekken zoals de Himalaya, gebergten, dat soort dingen waar hij nog naartoe zou willen gaan. En heb ik gevraagd dus aan mijn vader van maak even een lijstje met al die dingen erop. En dan later in mijn leven, dan wil ik naar die dingen gaan. Of naar die plekken gaan om daar een fotootje neer te zetten, zodat je er toch bent geweest. Zodat je er toch bent geweest. Dat je toch
kan afschrijven op jouw lijstje. Of kan afstrepen op jouw lijstje. Het is echt super vet. Dat je jouw vaders droom eigenlijk waar gaat maken. Ja, ze zeggen ook van dat ik op mijn vader lijk en dat mijn broer op mijn moeder lijkt. Ja. Dus dan dacht ik bij mezelf van, ja, dan ben ik eigenlijk nog het dichtste die mijn vader is. Mm-hmm. Dus dan doe ik het eigenlijk nog voor hem als laatste ding. Want zover ik weet heb ik eigenlijk nooit iets met hem één op één gedaan. Okay. En dat ik dit dan nog... Ja, nog voor hem kan doen. Ja, dat ik dat dan nog kan doen. En dan is het toch nog soort van één op één. Voor mij dan. Maar zie je dit ook als een soort verwerkingsproces? Ja, ik denk het wel. Het is wel een stukje afsluiting, ja. Zeker. En daar zal ik, dan zeker eventjes een rustmomentje nemen om even door te nemen van wat er allemaal is gebeurd. En wat ik verder wil gaan, wat ik verder wil gaan doen. Ja, en daar dus een fotootje achterlaten. Met misschien nog een briefje erbij of zoiets. En dan ga ik weg en dan ga ik weer door met mijn reisje. Nou Bob, als er één ding is wat je onze kijkers echt zou willen meegeven, wat zou dat dan zijn? Ga erop uit met je ouders, geniet met je hele familie, doe leuke dingen. Geniet dus nog van de tijd met ze die je nog hebt. Nou, geniet er gewoon eigenlijk van. Geniet van elk moment. Ja, want het kan dus zo afgelopen zijn. Het kan zeker zo afgelopen zijn, ja. Ja. Dat zijn hele mooie woorden van je. Echt hartstikke bedankt dat jij je verhaal bij mij kwijt wou. Ja, graag gedaan. En daarom wil ik graag iets voor je terug doen. Mm-hmm. Ik heb al wat bedacht. En ik ga dat nu zo snel mogelijk regelen. Oké, hartstikke leuk. En dan neem ik binnenkort contact met je op. Ja. En dan ga je te zien krijgen. Is goed. Mi TV. Linda die heeft me gisteren gebeld en ze heeft dus een fotograaf geregeld. En die is nu hier, die is nu in het ateliertje met mijn vader. En straks gaan we naar een ander plekje toe, gaan we naar het ouderlijk huis van mijn vader. Om daar een mooie familiefoto te maken. Dus alvast hartstikke bedankt Linda en tot de volgende keer. MeTV! Ik heb hier met Bob afgesproken. Ik heb de foto's hier bij me. Ik zie hem daar al zitten. Ik vind de foto's in ieder geval super mooi geworden. En ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Hey Bob! Hey Linda. Hallo. Nou Bob, hoe is het nou met jou? En vooral, hoe is het met je vader nu? Ja, met mij gaat het nu wel goed. En met mijn pa is het nu stabiel. Het is nu gewoon wachten eigenlijk. Gelukkig dat het stabiel is, maar heftig dat jullie erop moeten gaan wachten. Mm-hmm. De fotograaf is langs geweest. Hoe was die dag? Ja, superleuk. Echt, mijn pa heeft genoten, ik heb genoten, mijn moeder en mijn broer. Het is echt een hele leuke dag geweest. We zijn naar mijn pa's ouderlijk huis geweest. Daarachter hebben we foto's gemaakt. Volgens de fotograaf zijn ze allemaal goed gelukt. Dus ik ben zeer benieuwd eigenlijk. Ja, dat snap ik. Ik heb hier de foto's bij me. Ja, dat is mooi. Mooi, hè? Mm-hmm. Ja. En de volgende? Oh ja. Ja, die krijgen wel een plekje. Echt heel mooi. Die krijgen wel een plekje op mijn kamer, ja. En ook thuis. Weet je waar je hem gaat hangen? Ik denk deze op mijn kamer en deze in de woonkamer. Supermooi. Mm-hmm. Ben je er blij mee? Ik ben er zeker blij mee, ja. Ja, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Heel mooi. Nou Bob, hartstikke bedankt dat je verhaal bij mij hebt willen doen. Mm-hmm. Graag gedaan. Echt super, super heftig. Het heeft mij echt geraakt, in ieder geval. Nou, ik vond het fijn om dit met jou te delen en ook met de kijkers. Zodat ze weten dat dit ook echt kan gebeuren en dat het echt met iedereen kan gebeuren en dat het zo over is. Ja, precies. Nou, ik wens jou in ieder geval super veel sterkte toe. Ja, dankjewel. En ik ga er weer vandoor. Ja, is goed. Oké. Okay. Doeg! Zo,
Zo, dat was een behoorlijk indrukwekkende uitzending. Ja, zeker. Ik ben ook alweer benieuwd naar de volgende uitzending. Nou, dan moet je zorgen dat je volgende keer ook weer checkt. Ja, dat ga ik ook zeker doen. In de tussentijd kan je ons liken op Facebook. Of volg ons op Twitter. Later. Hey, rustig gaan.